Andere mensen proberen dat hun buitenkant uniek is. Dus die willen dan ook kleding die niemand heeft. Want dat maakt je dan uniek. Maar die kleding moet wel in de mode zijn. Dat kan dus niet. Of schoenen die niemand heeft. Dat is helemaal het walhalla. Ik was laatst in een hele hippe schoenenzaak. Dat zag ik ook meteen, maar het personeel hielp me als volgt. Ik stond echt... Ik ging hem maar meedoen. Ik hoi. Ik zoek... schoenen. Welke maat heb je? Nou, 42... 43? Oh, moet je die nemen? Ze zijn echt helemaal de bom. Ik denk, nou, hij is druk bezig. Ik bobbel zelf even naar die schoenen toe. Ik pak ze, ik trek ze aan. Ik kijk ernaar. Ja. Ja, ik wil niet heel... lullig doen, maar ik vind ze nogal saai. Die moet je customizen. Wat? Customizen. Wat blijkt? Je koopt schoenen en die moet je zelf afmaken. Je koopt een soort IKEA schoenen. Je koopt voor 150 euro een paar schoenen en een stift. En je gaat kleuren. En omdat jij anders kleurt dan de rest van de sociale werkplaats, kan je tegen iedereen zeggen, ik ben helemaal uniek, op schoenen die niemand heeft. Ik ga toch mijn eigen schoenen niet afmaken, man. Het kan een gemiddeld derde wereldkind veel beter dan ik. Ja, wat? Oh, ho, ho. We doen het allemaal, hoor. We dragen kleren die worden gemaakt in de derde wereld. En zodra ze uit de mode zijn, dan... sturen wij weer terug. Dat geeft ons nog een goed gevoel ook. Ik denk echt dat die mensen zoiets hebben van... wat, wil je nu nog ruilen? Kom op, man. Weet je dat ik mijn vertrouwen in de mensheid eigenlijk al ben kwijtgeraakt... toen ik erachter kwam dat in de scheepvaart... als iemand overboord flikkert... weet je wat je dan als eerste tegen de drenkeling moet roepen? Weet iemand het? Man overboord? Dat roep jij tegen de drenkeling. Ik denk dat die dat wel weet, hoor. Een man!